Kan je zo van onder kan je zo je eigen hoofd samen met uh, <laughs> je balzak en je pimo in beeld? Dat zorgt voor hele leuke foto's. Ja, <laughs> heb je die nu op je mobiel staan? Ik denk dat die wel te vinden mag zijn als je er goed op kijkt. Nee, dat mag je zeker niet zien. Spuiten en slikken de podcast. Voor je wekelijkse portie seks en drugs. Hey, en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik ben Diva en ik ben natuurlijk weer samen met Roos en Ralf. Yeah. Hey. Leuk dat jullie er weer zijn, jongens. En leuk dat jullie weer luisteren. Volgens mij zei ik dat net ook. Maar um, we hebben weer een nieuw onderwerp deze week. En het onderwerp is sexting. Yes. Yeah. Oh, oh. <laughs> yeah. 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 Leuk, ik waardeer jullie enthousiasme. <laughs> maar hoe gaat het met jullie? Hebben jullie nog... Wat spannend te vertellen. Oeh. Nou, ik zat na te denken, maar ik heb echt niks spannends gedaan. Sorry. Nee, wij zaten net echt te graven, Ralf en ik: van kut, wat moeten we zeggen? We schoongemaakt. Ik ben in kringloop geweest. Wat doen jullie dan in de avonden in het weekend? Ik een dacht dat jullie wild waren. hele vies waren. films kijken. Nee, <laughs> Maar Ralf, waarom belde jij nou gisteravond? Ga je dat nu aankaarten? Ja, ja expose hem. <laughs> zeg het nou. Ralf die belt mij en die hebt die een uur later. Nee, laat maar. Ga maar slapen. Alsof ik wacht tot Ralf die zegt of ik mag slapen. Ga maar slapen. <laughs> ga maar slapen. <laughs> ik denk dat hij wilde dat je over hem zou dromen. Oh, ik denk het is niet gelukt. Nee, ik had je... Um, ik had gedacht dat jij vast een Amazon Prime account had. Oh. Oh. Uh, want ik wilde niet die nieuwe <laughs> docu van Leo Kleine kijken. Ik dacht, zou je die afvraaggroep met me gaat of nee. gewoon een aardig berichtje willen sturen? Nee, allemaal niet. Oké. Okay. Nou, terug naar het onderwerp, jongens. Het onderwerp is sexting en sexting. En het woord is ontstaan uit de combinatie van de woorden seks en texting. Het staat voor online versturen of doorsturen van seksueel getinte foto's, video's of berichten. En ik vroeg me dus heel erg af... Hebben jullie wel eens sexy beeldmateriaal van jezelf verstuurd? Oeh, sexy beeldmateriaal. Sexy beeldmateriaal. <laughs> um, ja, ik heb dat wel eens gedaan. Uh, ik heb het wel eens facetimend gedaan. Omdat ik het dan, dat het je in, ja, in het moment vond ik het dan wel geil. Uh, en ik heb wel eens foto's gestuurd, maar dan altijd zonder hoofd. En naar wie was dat dan? Nee, Gewoon vader. random. Uh, nee. <laughs> naar mijn vriendjes destijds. <laughs> Ja. Oké, okay, dus wel in een relatie echt? Ja. Okay. ja, ik heb het volgens mij nog nooit gedaan terwijl ik niet in een relatie zat. De, deed je dat dan via Snapchat of uh, WhatsApp? Zo? Um, nee, WhatsApp. Alleen weet je wat ik het nare vind aan sexting? Is dat als je dat dan gaat doen of met berichtjes en dan ben je niet meer geil en dan staat het er nog. <laughs> dat is gewoon zo. Oh, als je de app weer opent dat yeah. je dan ineens je kut weer ziet. Ja. <laughs> Ik hey, komt Dina nou weer. Van ja, uit. of je berichtjes. Al doe je gewoon. Valt het ook onder sexting? Dat je gewoon typt? Mm, ja, 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 zeker. Ja, precies. Ja, dat heb ik wel eens vaker gedaan. Ja. Valt het uh... ook onder, onder sexting als je een foto van je piemel naar je vrienden stuurt? Bijvoorbeeld? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja, het is seksueel ja? beeldmateriaal. Maar jij stuurt het natuurlijk niet naar je vrienden in een seksueel. Waarom maar stuur jij je foto's naar je van je? Dat is te grappig. Doe je dit echt? Nou, ja, tijdens het plas of zo. En... Niet echt. Ja, en wat echt? is dan de reactie of, waar je op hoopt? Ja, Lekker lul. <laughs> ja. Ja, of je kan zo. Er is één engel dat je, dat je dus dan gaat staan. En dan kan je zo van onder je, je eigen hoofd samen met uh, je balzak en je pimo in beeld. Dat zorgt voor hele leuke foto's. Ja, heb je die nu op je mobiel staan? Ik denk dat die wel te vinden zijn mag als je, je de groepsapp kijkt. Nee, dat mag je zeker niet zien. Ga vooral naar onze YouTube, want we plakken ja. de foto uh, linksbovenin. Experimenteer een beetje, weet je. Ik bedoel, uh, maar <laughs> als je echt dat... geen goede engel meer weet. Is dat normaal in jouw vriendengroep? Om gewoon... of, of wie begon ermee? Wat was de eerste? Nee, ik ben eigenlijk wel de enige die dat doet. Oh ja? <laughs> en dat uh... vinden zij wel grappig. Ja, weet ik niet. Nou, ik moet zeggen Ze durf ik... hem er niet op aan te spreken. Moet ik... ja, het gebeurt ook niet heel vaak. Maar ik moet zeggen dat ik dan wel heb gedronken of zo. Maar oké, okay, dat is dus niet seksueel. heeft geen seksuele bedoelingen verder. Nee. Heb je dat ook wel eens gedaan om iemand op te geiden? Nou, eigenlijk nooit een foto. Nou, vast wel een keer een foto naar mijn vriendin mm. uh, gestuurd. Maar weet je wat het is met, een, uh, met naaktfoto's? Nou. Ik kan me niet echt voorstellen hoe je een. Uh, piemel mooi op uh, beeld krijgt, want het is zo ja, dan heb je gewoon een soort stuk vlees op, uh, op oh, ja. beeld. Ik ga jullie je? straks wat leuke hey. tips geven. wat hey, bedoel je huh. Nou, dat is toch gewoon geil. Nou, nou, nou nee. nee. Dat verschilt heel dat... erg. Oké, okay, nee, kijk. Tuurlijk, uh, het gaat erom naar wie je het stuurt. Maar stel jij date met iemand of je hebt een relatie met iemand, dan zij vallen dan, als het goed is, op een piemel. Dus dan is het toch ook geil om jouw piemel te ontvangen ja en ik zie dat nee, zelf vind ook ik niet van ja, die meningen verschillen heel erg en ik ga je straks vertellen <laughs> maar ik bedoel Hoe erg. meer in de zin als je al elkaar aan het opgeheilen bent ik snap dat misschien de ene er niet van houdt de ander wel maar over het algemeen ja vind jij misschien een foto van borsten mooi en de ander vindt het van een piemel mooi omdat jij daarop valt toch dus dan is het toch gewoon vind jij een piemel misschien niet geil maar de de ander toch wel ja ja, maar er zijn dus volgens mij ook wel veel vrouwen die dat niet echt uh, prijs stellen. Die dat gewoon nooit doen met hun vriendje of dat ze dat gewoon niet geil vinden. Ja, ik, ik snap ook wel dat je uh, alleen een op beeld niet per se uh, heel mooi vindt. Ja. Oh. Nou, ik heb nu al van alles geleerd. <laughs> en hoeveel procent van de jongeren tussen 19 en 24 jaar denken jullie dat in het laatste half jaar wel eens een naaktfoto of seksfilmpje heeft gestuurd? Pff, in het laatste half jaar. Ik denk eigenlijk, oké, okay, wacht, ik denk toch niet zoveel. Want uh, ik denk dat je het voornamelijk doet in een relatie. Dat mensen dat doen en ik, niet iedereen zit in een relatie. Dus ik denk 20%. Dat ging ik ook zeggen. Ah. 21,2. Ah, jullie hebben in mijn podcast script gekeken. Nee. nee nou, ja, ja. jullie hebben gelijk. Is het 20? Ja, 1 op de 5 jongeren. Ah, wow. Ja. En dit komt uit een groot onderzoek van kenniscentrum Rutgers. Uh -huh. Wat ik al zei in het afgelopen half jaar. Dus 20%. Oké. Okay. 1 op de 5. Hebben jullie het in het laatste half jaar een foto gestuurd? Of filmpje? Nee. 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 Ja, maar heb jij het ooit gedaan, die heilige ik Maria? Ik heb het ooit gedaan, ja. <laughs> en hoe zag je eruit? Wat nee. was wat nee. voor zorg? Nee, ik heb, nog nooit, ik heb nog nooit een naaktfoto gestuurd. Hè, wat bedoel je dan? Wat je een half jaar geleden had gedaan? Ja. Dus nee, bedoel je? Nee. Weet je zeker? Ja, ik weet zeker. Maar ik stuur soms wel uh, bikinifoto's, maar meer om een bikini te laten zien. Maar dat is dan vanuit <laughs> zichzelf wel sexy, maar dat bedoel ik helemaal niet. Sorry, al oh, mijn foto's <laughs> zijn vroegelijk sexy. Dat bedoel ik helemaal niet zo. <laughs> Lief, ik vraag nog aan jou of je het laatste half jaar hebt gedaan. En ik zeg nee, ja. nee. Het antwoord is dus nee. Het antwoord is nee. Dus je bent hm. echt heilig. Ja, nee, ja. Misschien moet ik het maar gaan doen. Ja. Dit gaat dus alleen om het versturen. En wat ook vaak gebeurt, is dat er zonder toestemming... Dus ongevraagde naaktfoto's ontvangen worden, hebben ja. jullie dat wel eens meegemaakt? Ja, ja, ik heb jullie toch? Uh, ja, ja. Ik heb dus net uh, Instagram aangemaakt uh, en ik krijg dus van een dame gewoon uh, eens in de zoveel tijd gewoon een volledige foto van haar uh, borsten en billen en kutje. Oké, dan hou dit vast. Want ja? de Allemaal. eerste stelling oh. is. Als je ongevraagd naaktfoto's van jezelf stuurt, zit je goed fout? Uh, hm. Ja. Dus ja? jij vindt dat die dame in kwestie fout zit? Uh, ja. ja. Maar kijk, ik ben uh, kwaads niet. Ik, <laughs> uh, ik vind het niet heel erg eh, om te krijgen. Stuur vooral. Nee, geintje. Maar... maar ongevraagd, hoe ging dat dan bij jou? Kreeg je gewoon alleen die foto's? Ik kreeg het gewoon ineens binnen. Ze zei toen wel: uh, Ben je gel? Uh, toen zei ik ja. Ja. ja, dan vraag je er wel om. Maar oké, okay, hmm. om mezelf in te dekken, ik zat wel op kantoor en ik was vooral gewoon benieuwd wat ze dan uh, verder zou sturen. Uh, maar mocht het nou zijn dat ik dat wel heel fan had gevonden, dan wist ze dat helemaal niet. En had ze toch nog steeds gestuurd, zat ik uh, ja, helemaal getraumatiseerd. Duist? Maar wacht even, je zegt je zit altijd fout als je het ongevraagd stuurt. En dan zeg je ik vind het toch niet zo erg. Ja, omdat zij weet helemaal niet wat ik ervan vind. Zij weet helemaal niet of ik het erg vind of niet. Dus eigenlijk moet je eerst. Ho hoe zou je het idealiter willen? Ik denk dat zij had moeten vragen: Hey, uh, wil jij mijn naaktfoto zien? <laughs> ja. En dan zeg ik: Ja, dat wil ik. En dan zegt zij: Oké, okay, hier is hij dan. Of je begint met: Ben je geil? Ja. Wil je mijn naaktfoto zien? Dan ja. stuur je hem. Maar ook als ik niet geil ben, zou ik misschien ook wel ja kunnen zeggen. Maar dan is het wel verstuurd met toestemming van ja. een ander. Ja. Dus dan heb je er om gevraagd. Maar ik vind het wel bijzonder dat jij dat hebt ontvangen. Want uit hetzelfde onderzoek blijkt dus dat maar 11% van de mannen ongevraagd wow. het content ontvangt. Wow. En bij de vrouwen is dit 25%. Dat vind ik echt nog laag. Ja, dacht je dat meer vrouwen... Ja, met Instagram nu en zo ook. Maar krijg jij vaak ongevraagd dick pics? Nou, echt uh, teleurstellend weinig. Nee. <laughs> wat zou je leuk We moeten even uitkijken met hoe we dit uitdragen. Schat, straks zit je hele inbox Toch. vol. Ja, juist leuk. Weet je wat het is? Ik vind het denk ik zelf niet zo erg om ze te krijgen. Oké. Okay. Um, ik vind het eigenlijk wel leuk. Er was alleen één keer dat ik het niet leuk vond. Ik was namelijk net wakker. Ik zat in de trein en ik kreeg een foto. En uh, het was een piemel een in erecte staat. Mm -hmm. Met een aansteker ernaast, vlak bij zijn eikel. En toen zei hij: Moet ik doorgaan of zo? En ik zo: Nee, nee, stop nu. Doorgaan met, ver... met vlammen, met verbranden. Ja, echt. Het was echt. Uh, ik dacht: Nou, leg dit niet bij mij alsjeblieft. Maar welke dick pics vind je dan wel leuk om te ontvangen? En wat voor situatie? En nee, ik wat vind voor het, soort content? Ik vind dat het in een relatie dat je het ongevraagd kan sturen. Als je elkaar een beetje kent en je houdt ervan. Um, maar ik vind als je iemand niet kent, dat je hem eigenlijk niet ongevraagd moet sturen. Nee, dat vind ik ook. Alleen ik vind het zelf, als ik het krijg, zit ik er niet heel erg mee. Okay. Geef je hiermee dus consent dat mensen dickpics naar jou mogen sturen? Nee, want ik vind nog steeds oh. dat als je iemand niet kent, dat je dat gewoon niet moet sturen, eigenlijk. Maar okay. ik ben wel benieuwd, want wat is dan zeg maar je eerste reactie of gevoel als je zo'n Dickpic ontvangt? Ik vond ze, denk ik, gewoon grappig, maar dat komt. Denk ik voornamelijk omdat ik ze niet kende. Het waren gewoon accounts van mij. Ik kende ze niet, kon heel erg afstand nemen van die pimos. En dan denk ik van. Wow, wat een raar iets dat je dit eigenlijk zomaar stuurt. En yeah. dan, dan... Maar ik kan me heel erg voorstellen dat als het een, iemand is die je vaak kent. Of een vriend. Of, of iemand die nog dichter bij je staat. Als je dat krijgt, dat het heel naar voelt. Of dat als je daar gewoon helemaal niet tegen kan. Ja, dat zou ook best kunnen. Het is gewoon seksuele intimidatie eigenlijk online. Dat kan het zijn. En het kan heel erg heftig voor iemand zijn. En die ander weet niet. Wat voor iemand erachter zit? Je ja. moet het gewoon sowieso nooit sturen als je, ja, zomaar random. Ik vraag me echt af wat voor psychologie er dan achter zit: van dat je uh, zomaar een foto van je piemel naar iemand stuurt. Mm -hmm. Wat probeer je daar dan mee? Wat, wat wil je dan teweeg brengen? Nou, weet dat, dat heb ik uitgezocht. Voor dat heb je uitgezocht. Ja. dus laten we even voor het beeld van deze podcast gewoon even bedenken: je bent een man die je verder niet kent, ja. geen persoonlijke connectie of wat dan ook. En die zit thuis, uh, weet ik veel, een beetje af te trekken en die denkt, oh, stijfelo, ik stuur een foto naar Roos. Ja. Ja. Ralf, wat denk jij als je een beetje in, zeg maar verplaatst in die man? Ja. Wat denk jij dat, dat zijn motieven zijn daarvan? Mag uh, alles zijn. Oké. Okay. Ik denk dat het draait om uh, om controle, om dominantie. Dus. Uh, soort van: Ik lok een, een reactie bij Roos uit. Uh, door dat te sturen. En daarmee. ja, daarmee. Uh, uh, beïnvloed ik haar. Daarmee controleer ik haar of zo. Daarmee. Omdat jij iets. omdat hij dan iets. mij, mij aandoet. Of zo. Ik, kan jou, ik kan jou iets aandoen. Ik kan met, emotie met uitlokken bit. op afstand. Oh, ja. Dat is dan al gelijk. vanuit een kwaadaardige gedachte. een beetje. Ja, ik, dat denk ik. Dat denk ik eigenlijk wel. oké okay. ja. ik dacht het meer. Ik zag het meer als exhibitionisme. Dus dat je het geil vindt als je bekeken wordt. Een soort moderne potloodventer. Ja, mm. wow. Ja, <laughs> ja. Precies dat. Of dat je juist denkt van... Oh, wat, wat beschaamtelijk dat ik dit doe. En dat mm. hij het dan aantrekkelijk vindt... dat hij zich schaamt. Als juist submissief. Nee, dat vind jij geil. <laughs> ja, dat maak jij er gelijk van. Nee, dat, dat denk ik me echt nu. <laughs> nou, alle, ik heb dus heel veel bronnen bekeken. En allebei jullie redenen... komen voor, maar zijn niet de grootste beweegredenen. Wow. Oké, okay, dus bij de meeste kwam het op dezelfde neer. De nummer één reden is dat ze dickpics versturen als een soort van rouwmateriaal. Dus ze sturen een geile foto van zichzelf oh. in de hoop om er ook één terug te krijgen. En ik denk oh. dat dat ook was bij dat meisje dat jouw foto stuurde Ralph. Oh ja. Dat zij dacht: als ik een sexy foto stuur, dan krijg ik er ook één van hem terug. Maar, oké, okay, dus het is eigenlijk een soort versiertruc. Maar hoe, hoe effectief is dat? Want ik kan me niet voorstellen, als ik dat krijg, denk ik alleen maar, ik ga niet met jou praten. Nee, dus je negeert dit gewoon. Ja. Yeah. Nou, Roosje, je bent niet de enige, want 54% geeft inderdaad geen reactie. En, oh ja. Nou ja, dan blijft de helft nog ongeveer over. Hoeveel procent denken jullie dat wel echt seksueel opgewonden raakt? Als zo'n dik pik. Ik denk uh, 2%. <laughs> ja, ik ook echt 3% of zo. Dit kan niet. Jullie hebben alles goed. Het is inderdaad 2%. Oh, 2%? Hè? Ja, echt 2%. En dan is het een onbekende dikpik? Ja, gewoon. Oh ja. Ja. Dus, Ralf, ja, ja. Als je er 100 verstuurt, kun je er 2 geil <laughs> maken. Wauw. Nee. Ja, ik dan 1 waarschijnlijk. <laughs> Oké okay, jongens, leuk. Dan gaan we door naar de volgende stelling. En die is als volgt. Sexting is een toevoeging aan mijn liefdesleven. Oh, uh, ja. ja. Ik denk ja, maar eigenlijk alleen maar op het moment dat iemand op vakantie is of zo. Ja, dus ik, lange afstand. Ja, oh, ja. Echt, echt, nog nooit gewoon, uh, weet ik veel, door de week hier uh, sexen of zo op werk, mm -hmm. berichten sturen, maar meer, ja, eigenlijk alleen maar als iemand uh, voor een lange tijd weg is, dan is het wel een manier om aan je trekken te komen denk ik. Oh, dus jij stuurt het dan ook echt als transactiemateriaal? Pure transactie, <laughs> zakelijk. <laughs> Voor wat hoort wat. <laughs> en okay. hoe doe je het dan? Is het berichtjes, foto's? Uh, de keer dat ik het heb gedaan was uh, FaceTime. Oh ja. Ja. Oh, maar dat vind ik wel lief. Dat als iemand weg is, dat je dan alsnog naar diegene verlangt en dan op een digitale manier bij die ander zoekt. Want je kan ook gewoon porno kijken. Jij kan overal dat ook. mooi zien, hè? Ja, porno kijken doe ik ook. Gewoon <laughs> combinatie. Nee, maar en het is dan ook niet vooraf afgesproken of zo... maar dat verloopt dan een beetje zo en dan gebeurt het uiteindelijk. Nou. Ja, dan vind ik het dus wel echt een toevoeging, ja. En bij jou, Roos? Ik zit te denken, ik denk nu niet meer... maar in het verleden af en toe wel. Maar ik ben er niet heel erg groot fan van... want ik kan het gewoon niet zo goed. Ik weet niet zo goed. Ik vind het ongemakkelijk, zelf... Wat vind je ongemakkelijk? Ik kijk dan heel erg naar mezelf, van, als, alsof ik een ander persoon ben. Ik kan dan niet in het moment zitten. En, maar ja, ik vind het gewoon, ik weet niet wat ik moet zeggen, dat dan ga je ineens veel meer praten, terwijl normaal onder de seks doe ik dat helemaal niet zoveel. Hmm. Ja, kom dan, schatje. <laughs> ik niet, wat moet ik zeggen? Ik vind het ongemakkelijk. Oké, okay, en foto's dan? Vind je dat ook ongemakkelijk om foto's te maken? Um, nee, dat kan wel heel leuk zijn. Dat, dat kan wel heel opbindend zijn. Um, ja, dus dat, ja, dat kan ik wel een toevoeging vinden. Ja, en ook dickpics. Dat vind ik echt ja, nice toch om te wel hebben. Ja, van je partner. Ja, <laughs> wel even duidelijk maken Maar oké, maar, maar, okay, maar Roos, even. Hoe ziet zo'n dickpic er dan uit die jij mooi vindt? Ja, er is niet één dickpic dat ik mooi vind of één naaktfoto. Heeft hij wel eens die van onder gestuurd? Nee. Dat is echt een aanrader. <laughs> Lijkt hij dan groter? Nee, dan kun je zo met je gezicht erop. Nee, ik vind, het, ik vind het zowel stijf ja, Ralf, als Slav mooi. Ik vind ik wil, alles mooi. Ik wil een message overbrengen: dat je nooit met je gezicht op de foto's. Oh. Moet. Nee, dat alle... ga alleen maar. staat het gewoon op je telefoon. Alleen maar naar je vrienden. Verwijderen. Ja. Hé, hey, maar. Oké, okay, dus jij hebt wel eens foto's gemaakt, Roos. Ja. Jij ook, Raf, toch? Uh, ja. En wat zijn jullie tips voor een sexy, spannende sexting-sessie? Ja, altijd, altijd zonder hoofd. Altijd zonder hoofd. Hm. Anders okay. dan krijg ik stress. Oké. Okay. En jij, Rao? Mijn tip is. Uh, in het donker. In het donker. Met, met zo'n uh, groothoeklens, weet je wel. <laughs> ja, dat werkt echt super goed. Zo zo'n visie uit de ja. <laughs> Oeh, of met goed licht. Ja, goed licht is altijd belangrijk. Ja. Wat ik denk, wat, uh, wat volgens mij wel goed werkt, is dus eigenlijk dat je niet alleen een foto van bijvoorbeeld je lul stuurt, maar ook dat je de rest van je lichaam erop staat. Bijvoorbeeld in een spiegel of zo. Mm, ja. Want volgens mij vinden vrouwen dat uh, leuker, als het niet alleen maar één stok vlees is. Uh, maar goede Ralf, want je speelt perfect in op mijn eerste gouden tip. Nou... En dat is dat je moet inbeelden welk lichaamsdeel je partner sexy aan jou vindt en daar een beetje op moet inspelen. Dus stel je hoort tijdens seks wel eens van: Oh, je hebt echt mooie oren. <laughs> nou, dan kun je daar een leuk fotootje van maken. Zet ze erbij. Ja. Heb je tips om je kont op de foto te zetten? Want ik heb dat een keer geprobeerd. Nou, ik kreeg bijna een Tia. Ik weet ja, niet hoe je dat ik doet. Ik heb tips. Het is echt moeilijk. Je moet je rug hollen. Je rug hollen. En dan? Um, ja, ik. Rug hollen en dan doe je je arm zo achter je rug. En dan maak je een foto. Zo'n beetje van onder. Als je luistert. Dan... Ja, een beetje van. Ik kan het straks wel voordoen. <laughs> voor de duidelijkheid: Roos en Diva zijn nu allebei in een soort uh, hol-pose. We <laughs> doen het nu voor. Nou, ik vind het nog steeds <laughs> heel, er, heel moeilijk. Het ziet er inderdaad niet uit. Nee, maar kijk, het, het is niet heel erg als je ongemakkelijk bent tijdens het maken van de foto's. Want je moet het ook zien als een vorm van seksuele zelfexpressie En dat kun je een beetje on ontdekken. Dus. Um, wees creatief en maak er iets moois van. Want het is ook heel goed voor je zelfvertrouwen. Dat geloof ik niet. Dat is waar. Ja. Jawel. Als je een mooie foto van jezelf hebt. Ja. Ja, maar oké, okay, maar probeer die mooie foto maar eens te maken. Je moet heel snel diegenen verwijderen die het niet zijn. <laughs> en dan die, die die het wel is, die moet je gewoon. Nee, maar je moet ook niet verwachten dat je gelijk in vijf klikjes een hele mooie foto hebt. Je moet okay. gewoon even de tijd voor nemen. Ja. Er komt, iedereen heeft een mooie foto in zich. Ja, dat geloof ik wel. Ja, okay. <laughs> als jullie nog tips hebben voor sexy foto's van jezelf, laat het weten in de comments. En dan gaan we door naar de laatste stelling. Um, en dat is wel een heftige, vind ik. Want die is als volgt: als er een naaktfoto van je uitlekt, is het je eigen schuld. Oeh, nee. Zeker niet uitlekt. Nee. Dat, is, dat is een actie dat doe jij zelf niet. Uh, ook al stuur je iets ongevraagd, wat, wat helemaal niet de bedoeling is, je moet het nooit doorsturen. Uh, en en al helemaal als je het naar een vriendje stuurt of iemand die je vertrouwt, is het nog ook gefakt ja, op als iemand dat doorstuurt natuurlijk. Ja, ah, maar dan kan het wel een beetje echt schuld zijn. Hoe als, jij het, je? als jij het naar een totaal vreemde stuurt uh, zonder iets bij te zetten, dan. Ja, dan ga je niet heel verantwoord om met je eigen ja. foto's. Als je een foto stuurt naar iemand die je vertrouwt, Dus je hebt die persoon ja. in vertrouwen genomen, je hebt toestemming gevraagd of in elk geval het gevoel gehad dat dat er was, um, en die foto lekt uit, ja. is het dan je eigen schuld? Nee. Nee. nee, nee. Dan ben je vooral echt een lul als je hem zelf uitlekt. Vind ik ook. Ja, vind ja. ik ook. Maar het ding is dat één op de drie jongens vindt het wel eigen schuld. Echt? Ja, want het gebeurt heel veel bij meiden. Um, als het een keer bij jou is gebeurd, je bent zeker niet alleen, want één op de honderd jongeren is afgelopen half jaar slachtoffer geworden van het tegen hun wil in verspreiden van een intieme foto of filmpje. In het half jaar één op de honderd? Ja. En uit hetzelfde onderzoek van Rutgers, waar ik het al een paar keer eerder over gehad had deze podcast komt dus voor dat één derde van de jongens vindt dat de schuld is bij het meisje ligt dat de foto maakt, of wow. de jongen. Maar oké, okay, ik denk dan dat hun brainering is van, als jij zelf ervoor kiest om naaktfoto's van jezelf te maken en niet te versturen, dan moet je ook om kunnen gaan met de consequentie dat ze worden uitgelekt. Lijkt me. Dus volgens mij zijn zij sowieso tegen het maken van naaktfoto's in eerste instantie. Je bent wel tot samen tot een overeenstemming gekomen om die beelden te sturen en te ontvangen. Dus dat is dan wel in gevallen waarbij het iemand is die je kent en vertrouwt. Ja, ja. Jeetje. Dat is en dan, echt gestoord. Nou, ik ja. vind dat echt bizar. Ik kan er echt niet bij. Moet je je voorstellen dat het bij gebeurt? Ja, dat vind ik. Dat is zo naar. En dat is altijd naar. Maar ik denk helemaal als je op de middelbare school zit. Ja. Dan is je leefwereld zoveel klein, zo kleiner. Ja. En dan is eigenlijk iedereen die je kent, die weet het. Ik had dat ook bij mij op de middelbare school. En ik ging één keer in de maand wel een foto of video van iemand rond. Oh. En ook vaak van andere scholen. Maar ja. ik merkte ook bij mezelf, dat is, waarschijnlijk tien jaar geleden of zo, toen was het allemaal nog zo nieuw. Want toen waren echt nog net de iPhones uit, de smartphones met camera's. En toen werd ook zo geen inlichting over gegeven. En ik heb het niet, nooit doorgestuurd, maar ik had nooit dat ik dacht van, oh wat zielig voor dit meisje. Terwijl dat eigenlijk wel zo is. Ja. En je merkt dat er nog te veel aan victim blaming wordt gedaan de laatste tijd. En uh, ja. ik vind dat dat echt moet veranderen. Maar is het niet ook zelf strafbaar om een naaktfoto door te sturen? Ja, klopt. En al helemaal als iemand minderjarig is, dan is het gewoon verspreiden van kinderporno. Ja. Maar het is sowieso strafbaar als je tegen iemand wil in die beelden verspreidt. Ook als je een foto doorstuurt, ook al ben jij niet de directe ontvanger, is dat ook al strafbaar. Wat goed. En ik vind dat wel echt goed. Toen ik op de middelbare school zat, die jaar geleden, toen werd er inderdaad heel erg gefocust op: dan moet je het maar niet sturen. Uh, maar de laatste tijd zie je wel dat er veel meer wordt gefocust op um, degene die het doorstuurt, dat die fout zit. Ja. Dus ja, wat zouden jullie doen nu je ouder en wijzer bent en je ik... krijgt zoiets doorgestuurd? Oh ja, verwijderen. Ja, ok. Maar ik, ik zou het eigenlijk eerlijk gezegd zelf ook niet meer durven sturen. Dan. Hoezo niet? Nou ja, omdat er gewoon één op 100 kans is dat iemand het doorstuurt. Ja, ja dat is best wel. Ja, zoveel is het niet waard. Of uh, laat lekker analoge foto's uh, maken. en Die doen we in een envelopje en die geef je dan <laughs> iemand. Dan... Die kan je alsnog een foto van maken en dan oh, ja. gooien. Ja, maar, nee. maar jij denkt dus eigenlijk al dat het sowieso niet meer veilig kan. N nou ja, het klinkt een beetje alsof er wel gewoon een risico aan vast zit. En helaas kan je dus niet iedereen vertrouwen. Ja. Nee, gewoon zonder hoofd. Ik denk dat als je oh, dat ja. onthoudt. Dat doe ik ook. Ik heb nooit met hoofd een foto gemaakt. Omdat ja. je dan. Dan kan je het nog wel doen. Want je kan wel zeggen, doe het niet. Maar je bent ook gewoon in een fase. En soms is het leuk. Of soms heb je ook echt een vertrouwensband, denk je. Ja. Ja. Je gaat dat niet voorkomen. Maar zorg in ieder geval dat je geen hoofd erop hebt. Ja, er zijn een paar tips om veilig foto's te kunnen versturen. En dat is. Of video's. Uh, vermijd tattoos of andere lichamelijke oh, ja. kenmerken. Um, niet met je hoofd nogmaals zorg dat de omgeving niet te persoonlijk is. Dus stel het mm. lekt uit dat mensen niet kunnen zeggen van oh maar dit is in jouw kamer. Mm -hmm. yeah. um, verzend sowieso geen foto's of video's uit onzekerheid of omdat je denkt dat het moet. Alleen doen als je elkaar echt vertrouwt en maak duidelijke afspraken en als jij nou beelden ontvangt waarvan je denkt oh dit is niet de bedoeling, um, stuur het niet verder door. Spoor je vrienden aan van wie je het hebt gekregen of andere mensen om het te verwijderen. Want de ontvanger kan het verschil maken en de slachtoffer helaas niet meer. Um, en in plaats van het slachtoffer te shamen, shame degene die het heeft doorgestuurd, die het heeft uitgelekt. Ja. En uh, bied steun aan het slachtoffer als je die persoon toevallig kent. Ja, bedenk gewoon hoe het zou zijn als jij het was. Ja, precies. Als jij um, slachtoffer bent geworden. Hiervan um, ten eerste. Sorry dat dit je is overkomen en um, weet dat je niet alleen bent. Je hoeft je nergens voor te schamen. Um, je kan in elk geval terecht bij helpwanted.nl, zij zijn gespecialiseerd in online grensoverschrijdend gedrag. Um, of ga naar WT. FFF, dus what the fuck met 3F's.nl. Mm. En dit is een platform voor en door jongeren over online seksueel misbruik. Dus daar mm. zijn allemaal verhalen op te vinden van andere slachtoffers. Um, hoe zij verder gaan nu met hun leven en wat hun allemaal heeft geholpen. Um, dus 1 op de 100 is hier slachtoffer van, jongens. Wauw, echt nou. veel. Ja, ja dus um, voel je zeker niet schuldig. En weet dat er een tijd is na het nu. Want misschien lijkt het alsof. alsof jouw school of jouw klas de hele wereld is, maar ja. over een jaar of twee zie je die mensen misschien nooit meer en, en zijn ze allemaal verder gegaan en kijk je hier echt heel anders op terug. Ja. En wees niet bang om aangifte te doen, want het zijn gewoon strafbare feiten. Oh ja, goeie. Waar je dat mee kunt. Ja. En praat erover, jongens. We hebben nog comments van de week. Ja. Kom ja. maar met die comments. Kom maar met die comments. Comments van de week. Hoe laag gaan jullie zinken met die zooi? Niveau van een pratende kont ligt hoger. Ja, waar gaat dit over? Over mij. Oh, hè? Ik lijk ook een beetje op een pratende kont. Ah, die vind ik wel leuk. Nou ja, een pratende kont zou ik heel bijzonder vinden. Dus, zou je ermee uh, praten? Zeker weten. Maar waar zit ja, het hoe over hebben? is dat? <laughs> hoe voelt dat nou? Ja. Onder welke video stond dit? podcastfragmenten. Ja, sommige gaan viral. En dan denk ik, oh. Moet dit nou? Wegen en wikken. Oké, okay, jongens. Tijd voor het dinsdag dilemma. De wegen en wikken. Hey. Ontvang je liever een dickpic van je vader of zelf oh. per ongeluk een sexy foto naar de familie WhatsApp groep sturen. <laughs> Wat? Nee. Dat is een full frontal. Ja, wat is de sexy foto? Helemaal naakt. Ja, gewoon hoe je hem ook naar je lover stuurt sturen. Maar oh, dan dus, per ongeluk oh. in een... Dat kan, ik vraag me ook af hoe vaak dat mensen is overkomen. Of ze daar oh. een onderzoekje naar doen. Ja, dat oh. hoorde ik van iemand. Die had het per ongeluk gestuurd naar zijn werkgroepschat. In plaats van <laughs> partner. Oh, wat cool. ja. Dit is een hele moeilijke. Je moet toch kiezen, Ralf. Kan je ook een full frontal naar je vader sturen? In erectie? <laughs> Ik ga hey. voor, uh, voor de full frontal naar mijn familie app. Ja, ja. Echt? Misschien uh, vinden ze ook wat uh, van. Ja. ja, ik ook. Ja, ik en dan zeg ik dat het wel. een CKV-kunstproject was? <laughs> ja. Oké, okay, nou, dit was hem alweer voor deze week. No. No. Vergeet ons niet te volgen op Spotify, Socials. Instagram. TikTok, Weten jullie onze social handle niet? Facebook. Het spuiten en slikken. Welk lichaamsdeel zijn jullie het meest trots? Oh ogen kont mm. <laughs> ik weet het niet kut niet trots dat is alsof ja mond mond ik vind dat ik een mooie mond heb lippen ik vind ja oké okay. ja eens ja dat moet je nu al zeggen nee ik vind dat erg <laughs> ah, ik vind dat ook wel <laughs> ja. jij diva ik kan niet kiezen <laughs> <laughs> ik vind het heel moeilijk <laughs>